De kledingindustrie is vervuilender dan de luchtvaart en scheepvaart bij elkaar. Dat is dus echt enorm. Ik wil echt graag een zak openmaken. Gewoon, ik hoop dat het iets leuks is. Wat is er nou nodig waardoor we echt een duurzame kledingindustrie krijgen? Als je het hebt over recyclen. Dit is niet te recyclen. Dit is weer een andere stof dan dat dit is. En weer een andere stof dan dat dit is. We willen natuurlijk onze aarde voor onze kinderen goed achterlaten. En dat betekent dat we zo min mogelijk fossiele grondstoffen, zoals aardolie en zo, gebruiken. Maar natuurlijk ook grondstoffen als katoen willen we zo min mogelijk gebruiken. En zo vaak mogelijk opnieuw gebruiken. Wow! Super! We hebben hier een vestje. Een vestje? Dat is best lastig te recyclen. Omdat je ziet, er zitten allemaal kraaltjes en knoopjes. En het is elastaan en acryl. Je krijgt dit niet meer zo uit elkaar dat je het wol kan isoleren van het elastaan en het acryl. Het is voor consumenten eigenlijk best wel ingewikkeld. Voor mij is het in ieder geval heel ingewikkeld. Om goede duurzame kleding te vinden. Ik wil ervoor zorgen dat de consument een eerlijke keuze heeft. En daadwerkelijk ook kan kiezen voor duurzame kleding wat nu bijna onmogelijk is. Dit is echt heel zwaar, hè? 150 kilo. 150 kilo per baal. De komende tijd gaan wij kijken wat er nodig is van het maken van kleding tot en met waar uiteindelijk die hele afvalberg vandaan komt. Zodat we dat grote probleem van die bergen afval aan kleding oplossen. Nou, dit is echt gewoon niet gedragen. Hij is 39. Hey. Hey, dat is mooi.